morgen nog wel. Het is vandaag zaterdag. 26 of 25 april. Ik ben helemaal bij het adem van die trap. Maar gisteren hebben wij gebarbecued met wat vrienden. En het was heel erg gezellig. Maar ik was dus heel de avond mijn camera kwijt. Dus de vlog van gisteren is echt maar een halve vlog geworden. En dat vind ik een beetje lullig tegenover jullie. Dus ik ga zo meteen nog wat vragen beantwoorden. En dat ga ik dan erachteraan plakken om alsnog de vlog wat langer te maken. En ik hoop dat het een beetje goed maakt. Want ik weet niet hoe lang de vlog is geworden. Want ja, vanaf een uurtje of 4 volgens mij heb ik niks meer gefilmd. Omdat ik dus mijn camera kwijt was. Maar het is vandaag zaterdag. Ik ga vandaag niet zo heel erg veel doen. Want ik ben ook wel een beetje moe. Muli voelt zich ook niet zo heel erg lekker. Maar mijn kralen zijn gisteravond wel nog binnengekomen. Echt om 7:30 of zo kwamen mijn kralen binnen. Dus die ga ik zo meteen eventjes aan jullie laten zien. En dan ga ik vandaag lekker daarmee aan de slag. En dat zal ik ook wel gaan filmen. Dan ga ik zo meteen eventjes mijn camera aan de oplader doen. Zodat die niet opeens uitvalt. Halverwege. Dat ik dingen aan het maken ben en zo. Dat lijkt me wel handig. Ik moet eventjes het kleed hierboven pakken. Want mijn vader die is nu Bodie halen bij mijn moeder en Sam. Want het is weer zeg maar de week dat Sam en Bodie naar huis komen. Maar Bodie mag niet op de bank. Dus dit is Bodie's kleedje. Maar die was eventjes in de was geweest. Dus ja, goed verhaal. Het pakketje kwam gisteren dus zo binnen. Maar er zijn best wel veel zakjes met kralen open gegaan. Dus ik hoop niet dat dat overal en nergens is gaan spoken. Maar ik ga eventjes die bakken erbij pakken. Zodat ik gelijk de kralen erin kan doen. Even kijken hoe ik jullie het beste neer kan zetten. Ik denk gewoon hier. Even kijken. Ik heb allereerst heb ik. Oh. Even kijken hoor. Dit is een zakje met van die knijpkralen. Om bijvoorbeeld ja, mooi uiteindes te maken ofzo. Geen idee. Dan heb ik hier. Oh, dit is heel schattig. Een klein hartje. Een klein hartje voor door een armbandje heen te doen. En dan heb ik hier nog allemaal. Het zit door elkaar heen. Allemaal schelpen en van die dingetjes voor van die sunny cords. Even kijken of ik er eentje kan pakken. Dit, om ja, sunny cords van te maken. Dus dat ga ik zo meteen even in die bakjes doen. Ik moet wel zeggen, ik dacht dat er wel wat meer in zat. Want ik heb uiteindelijk echt iets van 40 euro hier uitgegeven, maar oké. Okay. Van die knijp, of nee, hoe noem je dit? Gewoon van die ringetjes. Ook niet geheel onbelangrijk om van die apparatuur dingen te hebben. Zo, wat is dit eigenlijk? Volgens mij is dit zo'n plat bek ding en dit een knijpding. Dan natuurlijk nog draad. Ik heb hier van dat ijzerdraad. Ik heb hier elastiek en nog meer ijzerdraad. Zit er zo heen gegooid, maar oké. Okay. Heb ik nog van dat veterdraad en van dit koord. Ik weet niet, ik had wel verwacht dat van alles wat meer zou zijn. En er staat natuurlijk wel op de site van dit en dit. Maar ja, voor je gevoel is het dan toch meer. Dan heb ik nog heel veel verschillende soorten kleuren kralen. En kijk, hier zit ook niet heel erg veel in. Dus ik ben blij dat ik veel zakjes heb besteld. Maar ik heb dus, ja, ik weet ook niet hoe die kleur kralen heten. Maar ik zal ze allemaal een beetje pakken. Deze drie kleurtjes. En dan heb ik nog een mint, groene en een gouden. Deze lijken wel heel erg op elkaar. Dan nog een oranje. Een beetje van die peach kleurige. Dan nog meer roze en oranje. En dan heb ik nog paramour. Nog meer goud en een beetje wittige. Dus die ga ik nu allemaal eventjes in die bakjes doen. Want ik had natuurlijk al een paar dingetjes. Niet heel erg veel, maar ga ik die er eventjes in doen. En dan ga ik straks lekker sunny cords maken. Dan ga ik nu eventjes mijn camera aan de oplader doen. En dan kan ik dat straks gewoon leuk aan jullie laten zien en filmen. Dus ja. Oké, ik heb een beetje wat van mezelf gemaakt. Ik heb gedoucht en zo. En ik ga nu die sunny cord dingen maken. En ik hoop dat het me gaat lukken. Ik heb eventjes het tafeltje van mijn broertje naar de kamer gehaald. Zodat ik jullie goed kan laten meekijken. Oké, ik heb dus twee van deze tangetjes. Ik heb die bakjes allemaal. En ik heb die verschillende. Oh, die kralenbak zat daar weer open. En ik heb die verschillende kralenkleurtjes. Ja, ik denk dat ik het maar een beetje op internet ook ga opzoeken hoe dit moet. Want
Ik zou het dan dus niet weten. Ik ga er gewoon beginnen ergens mee, denk ik. In ieder geval twee van die Sunnycore dingetjes. Ik doe er wel een schelpje bij, denk ik. Even twee mooie schelpjes zoeken. Dit vind ik ook wel schattig. Ik ga jullie even naar beneden richten. Dat is misschien wel wat interessanter om te zien. Oké, ik heb hier vier schelpjes liggen. Ik heb die twee Sunnycore dingetjes. En een F'je met een hangertje. En die ga ik gelijk eventjes openbuigen. En er doorheen doen. Denk ik. God, zit alles gelijk vast. Nee, die is nog niet helemaal groot genoeg. Dan ga ik eventjes het koord pakken die ik ga gebruiken. En ik ga dit witte touwtje gebruiken. Dat vind ik wel mooi. Denk ik. En dan natuurlijk de kleuren kralen. Oké. Eerst moet ik eventjes kijken hoe lang ik hem natuurlijk wil hebben. Dat is wel handig, denk ik. Hoe lang moet zoiets zijn? Pas überhaupt die kralen in je omheen? Ik mag het hopen van wel. Nou. Oké, misschien moet ik dit niet met dit touw gaan doen dan. Moet je dit met elastiek maken? Zo'n Sunnycore. Of doe je dat met van het ijzerdraad? Maar dan zit het toch niet mooi. Beweegt het wel een beetje mee ook. Oh ja, misschien moet ik dat hiermee maken. Ja, ik denk dat dat een goede is. Oké. Dit zit en dit kan ik dan strakjes dat ringetje. Oh, dat kan ik nu trouwens ook wel. Nee, dat doe ik straks wel. Oké. Ik weet niet of je snapt wat ik heb gedaan. Ik denk het niet. Ik denk dat ik het ook maar gewoon lekker een beetje ga versnellen. Want dit is, ja, niet hogere wiskunde, denk ik. Oké, welke kleuren wil ik gaan gebruiken? Oh, god. Dat weet ik niet. Sowieso turquoise. Maar welke turquoise vind ik dan mooier? Kijk, als ik nu het schelpje, dat hangt nu zo'n beetje los. Maar dat vind ik dus niet echt leuk. Ik wil gewoon dat die zo blijft zitten. Ik heb wel deze muntjes die ik ertussen kan doen. Ik heb de eerste Sunnycore heb ik af. Ik vind hem echt heel leuk geworden. Wacht. Even kijken. Hij begint bij allebei de kanten dus met... Met wit. En dan wordt hij daarna blauw met roze. En daarna turquoise met geel. En dan weer roze met oranje. En dan tussen ieder goud dingetje zit zo'n bedeltje. En bij deze hier... Heb ik dan de F gedaan. Dat zie je niet. Oh ja, de F van mijn naam. Superleuk. Alleen, het is een beetje dom. Dus kijk, hier heb ik dus twee van die knijpkralen gedaan. Ik weet niet of je het kunt zien. Er zitten twee knijpkralen en hier maar één. En ik wil er daar eigenlijk ook twee voor de zekerheid. Maar ik weet niet hoe ik die daar nu nog ga krijgen eigenlijk, eerlijk gezegd. En ik ben bang dat als ik ga lopen klooien, dat ik het straks kapot maak. En dat ik helemaal opnieuw kan gaan beginnen. Oké. Het is me gelukt. Ik heb er een... Oh, Jesus. Ik heb er een extra knijpkraal tussen kunnen zetten. Ik weet niet of je het kunt zien of niet. Ik heb er een extra knijpkraal tussen kunnen zetten zonder dat hij uit elkaar zou vallen. Dus mijn eerste... Sunnycore is af en ik ben er heel blij mee. Dus die. En ik denk dat ik nog even een armbandje of zo ga maken. Ik weet niet eigenlijk.
Ik wil even een armbandje maken. Vandaag ga ik eigenlijk verder niet echt meer iets doen. Ik zit ook goede tijd te kijken terwijl ik dit aan het maken ben. We gaan straks lekker eten. Of nou, straks. Het is nu... Oh, het is al 4 uur. Oké, dat is laat. En vanavond gaan we bij Miel slapen als het goed is. Dus ja. Ik ga nog even verder een beetje kleren met dit allemaal. Oké, de tweede is ook af. En ik ga nu stoppen, want nu heb ik geen zin meer. Ook een unicorn. Maar kijk even hoe leuk deze kleurtjes zijn in de combinatie. Er zit hier verder geen bedeltje of zo aan. Dat heb ik alleen bij de ander. But I really, really like it. Oké, ik ga nu even deze troep opruimen hier. En in bed liggen. Maar we hebben eten besteld omdat we zo lui waren. Dus ja, dat ga ik wel eventjes aan jullie laten zien. Milan en mijn vader hebben allebei een broodje kip curry. Papa ook nog ketchup. Een broodje ketchup. Ik heb roti en een barra. En Miel is gewoon echt een bakrotti. Oké, ik heb dus 2 barra's en dat ziet er dus zo uit. Vandaag eventjes geen dieet. En 2 roti blanco's. En Miel heeft gewoon roti en kip curry broodje en papa ook een broodje. Maar die staat buiten, dus ja. We zijn klaar met eten. Ik had Love Island aangezet zodat mijn laptop niet uitviel. Omdat mijn video moest uploaden. Oh, top. Hij staat even klaar. Dan kan ik hem lekker gaan inplannen voor morgen. En dan, oh, jullie zien echt geen reet van mij. Niet dat je dit hoofd op zich wil zien nu, maar oké. En dan ga ik even zo'n tas pakken met wat spullen, want wij gaan naar Miel toe, want daar blijven we vanavond slapen. En dan morgen gaan we wel als het goed is weer vroeg terug. Want deze muur hier zo, deze leuke betonnen muur nu, daar gaan we morgen... glasvezelbehang of zoiets opplakken. Ja, op behangen. En dan ga ik het daarna, ik denk niet dat dat morgen al kan, maar dat doe ik dan maandag of dinsdag, ga ik het verven. Moet ik eerst even verf halen bij de winkel natuurlijk. Maar dat is wel het plan voor deze week, dat dat eigenlijk wel gewoon woensdag sowieso af is. Kunnen jullie in de volgende vlogs gaan verwachten? Dan ga ik natuurlijk ook nog een beetje leuk mijn kamer decoreren. En ik ga dat groene kastje natuurlijk opnieuw verven. Maar dat groene krukje ga ik ook nog een keertje opnieuw verven. Want toen we gisteren gingen barbecue hadden we die als onderzetter gebruikt. En nu zitten er allemaal olievlekken op. Super dom. Maar ja, hij was sowieso niet mooi geworden. Dus die ga ik nou eventjes helemaal opnieuw schuren ook. Goede kwasten kopen en goede rollers kopen. Want dan ga ik die gewoon eventjes... overdoen met dat groene kastje. Dus ja. Ik ga nu eventjes... De video staat nu ingepland. Dus ik ga nu eventjes spullen pakken. En dan gaan we bij Milan slapen. Volgens mij is dit weer de goede stand van de camera. Ik weet het echt niet. Ik heb geen idee. Maar ik heb eventjes... Zo, ik kom echt niet meer aan mijn woorden vandaag. Ik heb eventjes deze trui aangetrokken van de H&M mannen. En voor de rest heb ik gewoon nog hetzelfde aan. Ik heb even mijn bril opgezet. En dan kan ik die meenemen. En ik heb de tas gepakt, laptop, dingen en zo. En dan gaan wij nu naar Miel toe. En dan gaan we daar slapen vanavond. En ik zal daar denk ik niet heel veel meer filmen. Misschien als we in zijn kamer zitten, maar niet in de woonkamer of zo. Dus. Is dat niet echt scherp? Het is bijna 1 uur. Oh, hebben jullie kamer gewonnen? Wij gaan slapen. Dus doei. Work.